In deze video wordt de behandeling met immuunglobuline via intraveneuze toediening uitgelegd. De video is bedoeld om u te informeren over de gang van zaken rondom de toediening van immuunglobuline, zowel in het ziekenhuis als thuis. En vooral als naslagwerk bij het thuis toedienen van immuunglobuline. De eerste twee behandelingen zullen altijd in het ziekenhuis plaatsvinden, in het afweercentrum van de afdeling Klinische Immunologie van het Erasmus MC. De vervolgbehandelingen vinden thuis plaats. Bij een intraveneuze behandeling thuis zal meestal een verpleegkundige de immuunglobuline toedienen. Voordat de behandeling begint worden alle benodigdheden door de verpleegkundige klaargelegd op een schone en overzichtelijke plaats. Indien de immuunglobuline gekoeld bewaard moeten worden, dan dient u ze tijdig uit de koelkast te halen om de immuunglobuline op kamertemperatuur te laten komen. Dit kan namelijk de kans op bijwerkingen verkleinen. De lotnummers en houdbaarheidsdatum van de vloeistof worden vastgelegd in het patiëntendagboek. Ter voorbereiding worden door de verpleegkundige wat algemene vragen gesteld en wat eenvoudige metingen verricht, zoals polslag, bloeddruk en temperatuur. Het toedienen van de immuunglobuline gebeurt via een infuus in een ader, bij voorkeur in de arm. De verpleegkundige treft hiertoe alle voorbereidingen, wast haar handen en brengt vervolgens de infuusnaald in. Hierna wordt het infuussysteem aangesloten op de infuusnaald. De immuunglobaline wordt geleidelijk toegediend met behulp van een infuuspomp. De infusiesnelheid wordt langzaam opgevoerd tot een maximale snelheid. Gedurende het eerste uur wordt elke 15 minuten gekeken naar de polslag, de bloeddruk en temperatuur. Tijdens het infuus kijkt de verpleegkundige zorgvuldig of er bijwerkingen of ongewenste reacties optreden. Bepaalde bijwerkingen kunnen optreden door een te hoge infusiesnelheid. Die bijwerkingen worden behandeld door de snelheid van het infuus te verlagen of het infuus stop te zetten. Sommige mensen krijgen griepachtige klachten tijdens of na een toediening van de immuunglobuline. Deze klachten verdwijnen snel en vanzelf. Bij ernstige bijwerkingen dient u contact op te nemen met uw behandelend arts. Als de totale hoeveelheid immuunglobeline is toegediend, wordt de pomp gestopt en de infuusnaald verwijderd. Daarna worden alle relevante gegevens in het dagboek genoteerd. Dat zijn de datum en duur van de infusie, de lotnummers van de gebruikte flacons met geneesmiddel, de dosis in gram en eventuele bijwerkingen of reacties. Wanneer u tweemaal de behandeling in het ziekenhuis goed heeft verdragen kunnen de volgende infusies thuis plaatsvinden. U wordt dan aangemeld bij een gespecialiseerde thuiszorgorganisatie die patiënten met een immuundeficiëntie thuis begeleidt. De behandeling thuis is vrijwel identiek aan die in het ziekenhuis. Indien de immunoglobuline gekoeld bewaard moet worden, dan dient u ze tijdig uit de koelkast te halen om de immunoglobuline op kamertemperatuur te laten komen. Eerst worden de medicatie en de relevante gegevens door de verpleegkundige gefotografeerd en naar de thuiszorgorganisatie gestuurd. Nadat er een controle heeft plaatsgevonden, krijgt de verpleegkundige een goedkeuringsbericht waarna de behandeling kan starten. U kunt vooraf de benodigdheden zoals infuuspomp en infuusnaald alvast klaarleggen op een schone, overzichtelijke en voor u comfortabele plaats, of de verpleegkundige doet dit voor u. Ook nu zal de verpleegkundige even vragen naar de algemene gezondheid en polslag, bloeddruk en temperatuur opnemen. Daarna wordt de infusienaald ingebracht, de pomp met het infuus aangesloten en wordt ter controle de instelling van de pomp gefotografeerd en doorgestuurd naar de thuiszorgorganisatie. Daarna start de infusie. Bij elke verandering van de infusiesnelheid wordt door de verpleegkundige temperatuur en bloeddruk gemeten en wordt daardoor lopend gecontroleerd op bijwerkingen. Wanneer de infusie zonder problemen verloopt, kunt u wat ontspannen en eenvoudige dingen in huis doen. De verpleegkundige blijft altijd in de buurt om u te assisteren of de infusie te monitoren. De behandeling duurt gemiddeld zo'n 4 tot 6 uur afhankelijk van de hoeveelheid immuunglobuline en inloopsnelheid. Als de behandeling voltooid is, wordt de pomp uitgeschakeld, het infuus en de infuusnaald verwijderd en de verpleegkundige vult in samenspraak met u het patiëntendagboek in. Noteer tijdens en na elke infusie de volgende gegevens. De datum en duur van de infusie, de lotnummers van de gebruikte flacons met geneesmiddel, de dosis in gram en eventuele bijwerkingen of reacties. Sommige mensen krijgen griepachtige klachten tijdens of na een toediening van immuunglobuline. Deze klachten verdwijnen snel en vanzelf. Bij ernstige bijwerkingen of in geval van twijfel dient u contact op te nemen met uw behandelend arts.